Bert, trainersvisie, heb je het een beetje verwerkt afgelopen zaterdag? Ja, eigenlijk wel. Ik moet zeggen dat uh, het me nu beter afging dan, uh, dan misschien wat andere nederlagen die we dit seizoen hebben geleden. Zoals tegen uh, Dovo uit of zelfs uh, Sneek uh, 0-0 hier thuis. Daar had ik een heel slecht gevoel over. En uh, nu ook natuurlijk omdat je verliest en omdat je. Nou ja, gewoon terugvalt in de stand en afstand bijna moet doen van de titel. Of afstand, we hebben hem nooit gehad natuurlijk, maar de jacht op de titel die laat nou wat langer op zich wachten. Ja, maar goed, de performance van het elftal en wat we hebben kunnen brengen. en zeker dat we ervoor gezorgd hebben dat Noordwijk nooit dat heeft kunnen doen wat ze, wat ze graag willen. Ja, dat, nou, dat heeft me toch ook wel weer een beetje trots gemaakt. Leverde uiteindelijk ook wel een uh, spektakelstuk op, uh, bed. En dan, en dan denk ik: van Oh, wat is het toch mooi dat we die thuiswedstrijden tegen Hoek, uh, Quick Boys en uh, nu en, en Stedoco en nu Noordwijk. Dat zijn spektakelstukken geweest, bed. Ja, en dan uh, is ook de credits altijd voor de tegenstander, natuurlijk. Die doen er vo vol aan mee en ook Noordwijk. Uh, ja, iedereen zat een puntje van zijn stoel. Uh, ja, goed, het was bekend natuurlijk dat wij moesten en zij mochten. En uh, dat was ook te zien in het veld. Uh, goed, wij hebben in de intentie gehad om, om snel tot scoren te komen. En uh, daar hebben we ook de mogelijkheden voor gehad. Uh, dat lukt niet. Dus we hebben Noordwijk lang in de wedstrijd gehouden. En de uh, tweede helft uh, worden ze nog geholpen door die 1-0. Dan gaan ze er nog meer uh, hun ruggen rechten natuurlijk. En uh, nou ja, goed. Dat, dan is het jammer dat uiteindelijk, als die rook is opgetrokken, dat, uh, dat wij niet uh, nou minimaal een punt of als we overwinnaar van het veld zijn gelopen. Maar ja, het was weer een puur stukje reclame voor het, voor het voetbal. Alleen, um, ja, daar merk je in, het, in de stand zo weinig voor. Hè. Daar krijg je geen uh, bonuspunten voor. Ze hadden het uh, redelijk uh, moeilijk, dat uh, zeggen ze zelf ook. Uh, met name, uh, dus die, die twee behendige spelers: uh, Asjevai en uh, die uh, andere uh, snelle jongen, James. Ja, ik heb hem weer. Uh, maar dat zijn ook precies wel weer de jongens die DVS uh, pijn gedaan hebben. Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Maar ja, dit soort jongens kun je nooit 90 minuten lang uh, helemaal uh, elimineren. Dat, dat, dat werkt niet zo. En zeker niet. Als je ziet de momenten waarop ze scoren met een snelle uitbraak, dan, dan komen zij in hun element. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat uh, als je kijkt wie er recht uh, tegenover stond, uh, Roald en, en Frank, die hebben het gewoon een uh, lange gedeeltes van het veld uh, of uh, van, uh, van, uh, van, uh, van de wedstrijd heel erg goed gedaan. Dus uh, compliment ook aan de jongens. Maar goed, helemaal uh, uitsluiten kun je natuurlijk nooit. Uh, de de kwaliteiten van de jongens zijn bekend. En ja, ze hebben het verschil gemaakt voor, uh, voor Noordwijk. Daarbij uh, moet ik eerlijk zeggen dat normaal hun 31 en 11 het verschil maken. En nu de buitenkant uh, in scorend vermogen. En wij uh, qua scorend vermogen net niet, hè? Nee, dat is, dat is jammer. Uh, we missen net even de, de rust aan de bal, het overzicht. En, uh, het was wat onrustig, dat had te maken met, hoe met gretigheid en, en het heel graag willen, willen doen. en ja, Dan sla je in je hoofd nog wel eens een, uh, een stapje over. En, uh, dat was jammer, want we staan erom bekend dat we makkelijk een goal maken. Maar op een of andere manier uh, ja, viel die net niet even lekker. Vooral de eerste helft, want die afstandsschoten natuurlijk. Maar in de tweede helft ook uh, ja, dat we goed voor de keeper komen, maar net niet het laatste setje geven. En dan, ja, dat had je wel kunnen helpen. Ik vond het een uh, echte uh, topper. Uh, echt. Noordwijk en DVS, uh, allebei uh, zeker uh, middenmoot uh, tweede divisie. Vind je zelf ook niet? Nou ja, ik heb jammer genoeg natuurlijk nooit tweede divisie mogen, mogen trainen en ook niet uh, mogen spelen, maar... Uh, ik denk als ik de reacties zo zie van de mensen, dan uh, was het van, uh, van goed niveau. Voetbaltechnisch, uh, tactisch ook. En ook qua temperament, uh, wat er alles gebeurde. Je ziet ook het aantal gele kaarten. Dat geeft ook aan dat, uh, dat de grens opgezocht werd uh, door beide partijen. En uh, ja, dat, dat heeft veel gebracht. En, uh, maar goed, dat wij nu met lege handen staan, dat uh, doet wel veel pijn. Ja. Jij had het net over uh, gretigheid. Mij viel gewoon het enorme tempo in die hele wedstrijd uh, op. Ja, dat moet ook gewoon als je, als je Noordwijk pijn wil doen. Die jongens kunnen gewoon ontzettend goed verdedigen als team. Dan moet je ze pijn gaan doen en dan moet die adem langzaam uit hun lichaam uh, weggaan. Nou, wij zijn in staat om uh, een, qua, qua pressing en qua stoermoeddrang uh, gewoon heel veel te kunnen brengen. De conditioneel staan we daar hartstikke goed op, dus onze groep kan dat. En uh, als je dat doet, dan dwing je in de tegenstander tot het maken van fouten. En uh, ja, Noordwijk heeft dat gewoon uh, uitstekend uh, weerstand ingeboden en uh, ja, helaas was het niet genoeg. Denk je nou achteraf van, uh, god, heb ik tactisch uh, eigenlijk wel de goede dingen gedaan of? Nee, ik vind dat ik alles goed gedaan heb. Ja, dat klinkt een beetje arrogant, maar dat zie je gewoon. Het was herkenbaar voor de groep. Uh, wat we deden was, uh, was voldoende. Uh, waarom we uiteindelijk niet winnen, daar moet je gewoon zien in persoonlijke momenten, uh, persoonlijke fouten. of bepaalde keuzes die men maakt. Maar qua speelwijze, uh, qua spelopvatting uh, stond de groep volledig achter. En ik zag ook dat het succes had, omdat uh, ja, Noordwijk nooit in zijn element is gekomen. Dus uh, nee, daar hebben we veel goed in gedaan en uh, we hebben er ook heel goed naartoe gewerkt. Dus uh, nee, op het moment, ja, weet je, je hoort ook altijd van ja, we moeten alle druk zetten en blablabla. Bla, bla. Maar tegen de Ploegers Noordwijk loop je dan ook meteen in het mes. En dan sta je na een kwartier 2-0 achter. En dan heb je niet zo'n wedstrijd als afgelopen zaterdag. Blessure van uh, Christian van Hussen. Iedereen dacht, uh, oh, nou, hij, hij gaat eruit. En ja, jij trapte er eigenlijk ook in. hè? Nou ja. Hij gaf aan dat hij eruit wou en de verzorger die zei dat hij, dat hij wou wisselen. Dus het is niet zozeer dat ik erin trap. Je gaat dan af op, 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 op die twee mensen die op dat moment bepalend zijn. En dus de wissel die stond klaar. Je weet op dat moment natuurlijk niet hoe, hoe ernstig het is. Maar blijkbaar na, het, na, na 15 seconden toen, toen bleek toch dat, dat Chris door kon. En kijk, Chris is een bijter, dus die, die heeft door de pijn heen gevochten. En gelukkig hoeft hij er niet uit. Aanstaande zaterdag, Groesbeek, Achilles. Ja, hoe denk je daarover? Ja, nou goed, het is, het is duidelijk dat, dat wij de druk op de top willen houden. Dus er is maar één missie en dat is daar winnen. Het ongebruikelijk is natuurlijk het tijdstipper op je voetbalt. Dus dat, daar moeten de jongens zich even een, een nieuwe ritme in vinden. Maar verder vind ik gewoon dat we bij Achilles dat moeten doen waar wij goed in zijn. En dat is voetballen en met winst daar weggaan. Als je daarvan uitgaat, dan is het natuurlijk een kwestie van hopen op ASWA en ONS Snake. Twee uitwedstrijden van Hoek. Ja. Ja, het is gewoon een vervelende situatie. Wij moeten sowieso ons werk doen natuurlijk. Ja, en dan moet je gaan kijken van uh, wat, wat heeft de concurrentie gedaan. En uh, ja, mogelijk laat hij die een steekje vallen. En dat is een vervelende positie, want dat wil je niet. Je wilt het in eigen handen houden. Maar goed, daar hebben we de kans voor gehad. Hebben we niet gepakt. Dus uh, we zitten nu even in de wachtkamer. Ik schat nog dertien uh, wedstrijden, Bette. Ja, klopt. Ehm... Ja. Um... Ja, wat gaat dat uh, brengen? Twee, twee wedstrijden voor uh, de, de tweede periode. Hè? Uh, Achilles en uh, Dovo. En dan daarna nog uh, elf wedstrijden voor de derde periode. Dus er is nog, uh, er is nog genoeg uh, te doen, uh, Bert. Hè? En uh, het, het, je straalt ongelooflijk veel ambitie uit. Dat, dat zag ik ook na die reactie naar dat uh, doelpunt. Ongelooflijk, zoals je dat publiek uh, enorm uh, aan het uh, juichen kreeg. Nou ja, weet je, die doet het met z'n allen. En... en... Nou wil ik zijn als je nog bij de bovenste mee wil doen, moet je sowieso de komende wedstrijden winnen, dus dat is je missie. Maar als je geen ambitie meer hebt, uh, uh, ja, dan moet je op dit niveau heb je dan, uh, heb je als niks, niks te zoeken. Kijk, zaterdag uh, moest je alles aanpakken om, om het sfeertje erin te krijgen en in, erin te houden. En, en dan heb je publiek hart voor nodig. En dan, ja, dan voel je geen pijn, dan voel je geen emotie, dan voel je geen vermoeidheid. En dan ga je door en dan ga je door, en iedereen draagt een steentje daaraan bij. En, en ja, stenen doe je ook een keer af en toe een beetje gek, en dan uh, helpt het ook wel eens. En een andere keer zeggen ze van ja, we willen maar lood, nou ja, prima. Uh, als ik niks doe, dan uh, is het ook niet goed, natuurlijk. Maar uh, het heeft uiteindelijk niet geholpen. Dus uh, nou, dan zullen er andere mensen die zeggen van, wat, een, wat een Maf Case uh, wel gelijk gehad hebben. Mij heb je beter want uh, ik vind het alleen maar uh, hartstikke mooi. Hoe is het uh, met jouw uh, persoontje als uh, trainer? Nog steeds uh, rust? Ja, ik zit nog steeds bij DVS. Hè. Dus uh, nee, ja, ik uh, ben hier nog hartstikke druk bezig. En uh, voor de rest is er echt geen nieuws.